Koffer komt op een verzamelband, die gaat de bagagekelder in. Dan hebben we een aantal scanners in het systeem zitten die de bagagelabel lezen. Die kijkt naar onder andere vluchtinformatie. Vervolgens zal de koffer gescreend worden. En uiteindelijk zorgt het systeem ervoor dat de koffer op de juiste carousel of lateral komt. Dat is een band waar de afhandelaar van de luchtvaartmaatschappij de koffer afhaalt. En deze vervolgens richting het vliegtuig transporteert. Schiphol die is verantwoordelijk voor het bagagesysteem en stelt deze ter beschikking aan de luchtvaartmaatschappij. Dus daarvoor en daarna is de verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappij. We zijn nu in een van onze buffers. Een buffer is een opslagplaats voor koffers die eigenlijk te vroeg op de luchthaven zijn. Het voordeel is dat we niet continu heel veel bagagestukken in het systeem hebben, maar dat we ze keurig zeg maar, gerangschikt hebben. Het systeem weet exact welke koffer zich waar bevindt en hoe laat deze er weer uit moet en hoe laat de vlucht van de koffer gaat. Mensen komen natuurlijk naar de luchthaven en die gaan op vakantie en checken hun koffer in. Maar die hebben eigenlijk geen idee wat er met die koffer gebeurt. Voor ons is het motto, elke koffer telt. Dus of er nou 1000 of 10.000 koffers tegelijk in het systeem terechtkomen. Wij willen elke koffer meekrijgen op de vlucht. En zo snel mogelijk door het systeem roteren.